Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie meenemen in paragraaf 6.4 over bronnen made in Holland, oftewel over de producten die in Nederland gemaakt worden. Jullie kunnen waarschijnlijk een heleboel producten opnoemen die in Nederland gemaakt zijn, maar er zijn naast de producten waar jullie nu aan denken ook nog een heleboel producten waar je niet direct aan denkt. En daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Deze bronnen staan allemaal uiteraard ook in je boek, dus je kunt met me meekijken. We beginnen bij bron 1. En de titel daarvan is Nederland Voedselfabriek. De titel staat er niet voor niks. Nederland is een hele grote producent van allerlei producten. Bijvoorbeeld vlees. Wij zijn een van de grootste producenten, of eigenlijk exporteurs, van vlees, maar ook groente en fruit in de wereld. Wij hebben hele goede producten. Wij hebben hele goede machines om al die producten te kunnen kweken. Wij hebben bijvoorbeeld hele grote kassen met daarin aubergines en paprika's en dat soort dingen, tomaten. Dat kun je zien hier op de foto die bij bron 1 staat. Kassen met rijen tomatenplanten die hier in Nederland geproduceerd worden en daar vandaan worden geëxporteerd naar het buitenland. Waar die producten allemaal heen gaan, dat kun je zien in bron 2. Dat is deze afbeelding van Europa met daarop Nederland hier bij het rondje. En vanuit Nederland zie je allerlei pijltjes naar allerlei landen gaan met een aantal nummertjes erbij. De dikte van het pijltje en het getal wat erbij staat geeft aan hoeveel goederen in miljarden euro's worden geëxporteerd vanuit Nederland naar die landen. Dus wij verkopen voor 99 miljard euro aan Duitsland. Wij verkopen voor 20 miljard aan Scandinavië. Wij verkopen voor 49 miljard aan België en zo verkopen we heel veel producten over de hele wereld. Dat uitvoeren van goederen, dat noemen we ook wel export, exporteren. Dat staat hier ook, hè? Export is het uitvoeren van goederen. Nou, staat hier, ter waarde van 340 miljard euro wordt er per jaar geëxporteerd en dan met name naar landen in de Europese Unie, oftewel de EU. De reden dat wij met vooral landen binnen de Europese Unie handelen, oftewel exporteren, is omdat we daarbinnen allerlei afspraken hebben gemaakt. Wij kunnen heel makkelijk handelen met de landen binnen de EU, omdat we geen extra belasting hoeven te betalen, we hoeven niet per se allerlei papieren te hebben om aan te tonen dat onze producten goed zijn. Dat is allemaal afgesproken binnen de EU. Op het plaatje wat erbij staat kun je dat ook nog een keer zien. De belangrijkste partnerlanden voor export, dus waar wij naartoe exporteren, met name Duitsland, 25%. Dan hebben we 19% overig EU. Als we nog een stukje verder gaan kijken, dan zien we 16% aan de rest van de wereld, maar België 12%, Frankrijk 9%, Verenigd Koninkrijk 8%. Deze die zal waarschijnlijk in de komende jaren wel iets naar beneden gaan, omdat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, waardoor handelen minder makkelijk gaat met hun, het meer kost en we dus waarschijnlijk minder gaan exporteren daar naartoe. Dan hebben we bron 4. Daar staat ondergrondse aardgasnelweg. En dit is meteen een product waar ik het net aan het begin even over had. Waar je niet direct aan denkt als je denkt aan export. Wij hebben in Nederland een heleboel aardgas in de grond. Dat zit voor een groot gedeelte onder Groningen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een aardgasveld onder de Noordzee. Daar halen we heel veel gas uit de grond. En dat verkopen we aan het buitenland. Dat exporteren we onder andere door middel van pijpleidingen. Een groot gedeelte gaat ook via schepen, maar het grootste gedeelte gaat via pijpleidingen. Naast dat wij het verkopen, oftewel exporteren, gaan we het ook kopen, oftewel importeren. En dat doen we met name uit Rusland en Noorwegen. Die twee landen die hebben heel veel aardgas en aardolie beschikbaar en dat verkopen ze aan heel veel landen, onder andere Nederland. Wij kopen dat gas
staat hier heel mooi in de zomer, want dan is de prijs laag. En als we het dan in de winter weer gaan verkopen, dan krijgen we er een hogere prijs voor, waardoor we er lekker veel geld aan verdienen. Hier zie je ze. Dit zijn die pijpleidingen waar het aardgas mee wordt getransporteerd door heel Europa. Hebben we nog bronnetje 5. Daar staat boven, ik hou van Holland. En daarbij gaat het om producten die je niet per se vast kunt houden. Zoals bijvoorbeeld muziek en televisieprogramma's. Hele bekende muziekproducenten zijn Tiësto en Armin van Buuren. De DJ's, hè. Dat zijn Nederlanders. Die komen onder andere uit Breda. Daar komen ze vandaan. En die verdienen heel veel geld in het buitenland, want die treden overal op. Dus ook dat is een exportproduct. Daarnaast zijn er ook nog wat Nederlandse televisieprogramma's die we over de hele wereld verkocht hebben. Zoals bijvoorbeeld The Voice of Holland. The Voice of Holland vind je ook over heel de wereld. Alleen heet het dan net een klein beetje anders. Nou, dan hebben we natuurlijk nog Ik hou van Holland. Nou, dat is natuurlijk niet in bijvoorbeeld België of Duitsland hetzelfde. Maar dan zal het net anders heten. En dan is het niet Ik hou van Holland, maar bijvoorbeeld Ik hou van België. Of ik hou van Duitsland. Ich liebe Deutschland. Dan hebben we nog de laatste twee. En dat gaat over de bloemetjes. De bloemetjes, daar heb je misschien de afgelopen weken ook wel een heleboel over gehoord. Dat het met de bloemenhandel niet zo goed gaat door de corona. We verkopen een heel veel minder bloemen dan dat we normaal gesproken doen. Want normaal gesproken, dan verkopen wij heel veel bloemen vanuit de hele wereld en die gaan ook weer de hele wereld over. En dat gaat allemaal via Nederland. Wij hebben namelijk vlakbij Schiphol de grootste bloemenveiling van de wereld. En een bloemenveiling, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is een veiling waar bloemetjes worden verhandeld en ook alleen maar bloemen. Hier zie je een heel klein stukje. Er komen hier karren vol met bloemen komen er binnen. En die worden weer verkocht aan allerlei handelaren over de hele wereld. En dan wordt het met vliegtuigen weer getransporteerd. Die bloemen die komen niet alleen uit Nederland, maar bijvoorbeeld ook uit Afrika. Hè? Ziet waar Kenia, Ethiopië. Daar komen ook een heleboel bloemen vandaan, want die groeien daar lekker goed, want het is warm. Nou, dat staat er. Hè? De bloemetjes die worden gekocht door handelaren en bloemisten uit Nederland, maar er gaan ook een heleboel bloemen naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Rusland. En nou hebben ze dat slim aangepakt. Want jullie weten natuurlijk ook allemaal dat bloemetjes niet te lang meegaan. Zeker niet als het te warm is. Zet maar eens een vaas met bloemen voor het raam. Als het zonnetje schijnt, dan zijn ze heel gauw zijn ze op. Daarom staat die bloemenveiling ook vlakbij Schiphol. Zodra die bloemen verkocht zijn, zitten ze binnen de kortste keer in het vliegtuig op weg naar de klant in het buitenland. Dit is wat je van deze paragraaf moet weten. Lees dit gewoon vooral rustig nog eens even door. Als je dan wilt weten welke opdracht je moet doen, dan moet je nu even met me meekijken. Hoofdstuk 6, paragraaf 4. Daar hebben wij een aantal onderdelen staan en dan heb je hier staan 1 tot en met 7. En ik wil graag dat jullie deze allemaal maken. Als er nou een opdracht bij zit waarbij je de atlas nodig hebt, dat zou best kunnen, dan kun je daarvoor deze gebruiken, Alcarta. Die vind je hierboven in het menu. Hè? Dus we hebben hier opdrachten, theorie en daarnaast hebben we Alcarta. Daar kun je op klikken. Deze opdrachten, die werk je allemaal door. En dat is huiswerk voor de volgende les. En dat is de woensdag na de vakantie. Om maar eventjes vakantie te noemen, want de hemelvaart is vrij, dus vakantie. Dus deze opdrachten zijn huiswerk voor volgende week woensdag. Succes! Als je vragen hebt, dan hoor ik het graag. Je kunt me altijd mailen en tijdens de les mag je me ook via Teams bereiken.